Yo, VacoGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Minecraft Survival hier op VacoGames. De vorige keren zijn we begonnen aan het bouwen van ons nieuwe huisje. Die is bijna af. Hij staat hier keurig netjes in deze cliff. Er moet alleen hier nog wat gebeuren. Ik wil deze voorkant wil ik netter maken, zodat het een mooie entree is naar een mooi huisje. En ik wil natuurlijk een nieuw kippenhok bouwen. Maar dat kippenhok, dat komt wel. Dat is allemaal van later zorg. Ik wil namelijk eerst mijn huisje af hebben. En ik ben de vorige keer begonnen met dit stuk hier. Dit moet gewoon opgevuld worden. Ik wil niet dat dit hol is. Als dit hol is, dan krijg ik straks allemaal monsters die daar spawnen. En dan blijf je de hele tijd horen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heb ik nog ergens een schep? Ja, die heb ik. Goed gevonden, Lars. Zitten jullie nog steeds hier? Nee, Kip heeft ze weggejaagd. Zie je dat? Dankjewel, Kip. Er zaten normaal allemaal ontploffende beesten en creepers en zombies en skeletten. En die waren nogal dom bezig daar. Dus Kipje heeft ze weggejaagd. Dankjewel, Mr. Kip. Ik zal ervoor zorgen dat u en uw kornuiten een fraai hok krijgen. Maar dat is allemaal voor later zorg, dus we moeten nog eventjes wachten. Ik wil namelijk wel een mooi hokje bouwen. En ik denk dat ik die links hiervan van mijn huisje ga bouwen. Dat vind ik wel een mooi plekje. Dan staat het keurig netjes. Is het ook allemaal een beetje in dezelfde stijl. Al krijgen zij een huisje van hout natuurlijk en niet een huisje van steen. Want hey, het blijven kippen en geen Minecrafters. Zo, 64 van dit. Kijk, als ik dan hier bijvoorbeeld de kippenhok bouw. Zou dat mooi zijn? Ik denk het wel. Mr. Schaap, die heeft er al zin in. Geweldig. Zo, weg met die meukenzooi. Allemaal opgevuld worden. Want wat hierboven komt, dat moet natuurlijk mijn tuin worden. En daar ben ik de vorige keer ook al aan begonnen met gele bloemetjes. En ik zou zweren dat ik rode bloemetjes bij me had. Maar blijkbaar zijn die hier weggegaan of zo. Ik weet het niet. Ze waren uitverkocht. Het is in ieder geval, ze waren niet waar ze moesten zijn. Dat was een beetje het probleem. Zo, kijk, hup. Dan wordt het een beetje een natuurlijk bergje hier. Ook weer niet te natuurlijk, want anders krijgen we allemaal enge problemen. Hier, dit moet nog verder opgevuld worden. Maar dat komt allemaal wel. Ik ga aan mijn dak beginnen, fuck it. Heb ik nog hout? Nee. Waarom ben ik vergeten hout te halen? Wat is dat nou? Ik zou hout gaan halen voordat deze aflevering begon. Potverjan pielemuis, 3 dubbeltjes en deksels. Kan ik weer helemaal terug naar het winterlandschap? Oh, dat schiet er ook niet op, zo jong. En ik moet ook nog steeds al die witte bomen hier herplanten, want ze zijn allemaal uitgeroeid. Echt hoor, Greenpeace die belde me vanmiddag, ze waren hartstikke chagrijnig. Waarom heb je dat bomending niet teruggeplant? Bah, bah, bah. Ik zei, fuck off, wegwezen. Zet je Greenpeace nerds. Als ik hier bomen in Minecraft om wil hakken, dan doe ik dat. En als ik donker hout wil hebben, dan pak ik dat. Gewoon omdat ik hier de baas ben. Dit is potverdorie mijn spel. Hadden ze zelf maar een account moeten maken. Kom hier. Doe niet gek. Stuk hout. Wil hebben. Kom. Daar moet ik eens wat op vinden. Dat als je bij dit soort bomen gaat hakken, dat hout daar bovenop blijft liggen. Dat is een van mijn grootste irritaties van Minecraft. Dan moet je met dat hout, met hetzelfde hout wat je net gehakt hebt, moet je dan weer terugzetten. Omdat je anders niet bovenaan kan komen. Kijk, zoals hier. Dit bijvoorbeeld, als ik dit ga hakken, daar kan ik nog wel bij. Maar daar kan ik dus bijvoorbeeld nou niet bij. Dan moet ik hier bovenop gaan staan. Moet ik het hout dat ik net gehakt heb, moet ik weer erop zetten. En dan kan ik weer verder hakken. Dat vind ik echt zoiets doms. Dat is echt mijn grootste Minecraft irritatie. Huh. Afgezien van vliegende bomen dan misschien. Plup. Zo kan ik hem neerzetten. Ja, kijk. Hup. Zo, meteen herplanten. Anders is Greenpeace weer boos zo meteen. En dat willen we niet. Wat is trouwens jouw grootste Minecraft-irritatie? Bij mij is het dus die bomen. Waar ik de hele tijd mee moet lopen kloten. Ik ben wel benieuwd wat het bij jullie is. Ik kan me wel zoiets voorstellen dat het ook iets met bomen te maken heeft. Maar misschien is het wel iets heel anders. Misschien vind jij woestijnen wel zwaar kloten. Of vind jij creepers wel het meest irritante voor Minecraft. Of schapen. Of koeien. Of weet ik veel wat. Laat het maar even achter in de reacties. Ik ben wel benieuwd. Bij mij is het dus bomen. En dan vooral bomen die vliegen. Of bomen die ik niet in één keer af kan hakken. En ik kan ze ook niet in één keer fikken. En ik weet ook dat er zo'n mod is inderdaad. Timber mod heet dat geloof ik. Waarbij je het in één keer kan doen. Hoef je hem één keer tik te doen en de hele boom ligt om. Maar dat vind ik niet leuk. Ik wil geen modded Minecraft. Ik wil gewoon de originele Minecraft. Zoals die ooit eens een keertje bedoeld is. Afgezien dan dat ik gewoon een texture pack eroverheen heb gegooid. Waarvoor jullie trouwens ook een heleboel verschillende gebruikten. Een paar afleveringen geleden vroeg ik dat. Van welk texture pack gebruiken jullie nou eigenlijk? En het zijn er echt zo ontiegelijk veel. Ik dacht echt van, wauw, ik wist niet eens dat er zoveel texture packs bestonden. Kijk, hier moet nog een randje bovenop komen. Dus dan moet eigenlijk nog even een paar... Wat ik trouwens nog steeds niet snap, is dat hoekje. Waarom dat hoekje niet werkte. Daar verzinnen we ook nog wel wat op. Hier, dit komt zo. Dit is allemaal hout. Even een paar van deze trappetjes nog. 2, 3,
3, 3, 3. Zo, heb ik nou trappetjes genoeg? Weg met die boog. Hup. Trappetjes, heb ik er 12? Ik heb er toch 3? Oh ja, 3 keer 4, tuurlijk. Sorry, terug naar de kleuterschool. Hoi. Zo, hier komt er even een paar trappetjes op. Kijk, hier maakt hij wel zo'n mooi hoekje. Waarom doet hij dat dan daar niet? Ik heb hier trouwens weer te weinig, hè. Zal ook eens een keertje niet zo zijn. Zo, en dan hier. Kijk, hier maakt hij wel een mooi hoekje. Maar dat deed hij dan... Oh nee, ik heb wel genoeg. Ik moet niezen. Mag niet, Lars. Je hebt de vorige keer al geniest. En dan mag het niet meer. Kijk, hier moet ook zo'n dingetje komen. Zo'n hoekje. Maar dat wil hij niet. Potverjan 3 dubbeltjes. Nou, weet je wat? Dan doen we gewoon hier zoiets. Kijk, dat ziet ook niemand. Als je het van de buitenkant ziet, dan zie je er helemaal niks van. Helemaal geen probleem. En nou nog. Dichtmaken. Dit moet dicht natuurlijk. Hier. Kan het ook wel zo. Dat ziet toch niemand. Dat maakt ook niet uit, want het is hier niet op de rand. En anders kan ik later altijd nog op het randje hier zo'n extra dingetje erbij maken. Dat is helemaal niet nodig op dit moment. Zo. Mooi dicht. Een mooi dakje erop. Niet een schoorsteentje erop, Lars. Come on, even nadenken. Alhoewel, misschien is dat wel leuk. Schoorsteentje later, maar dan moet het wel even al een tijdje verder zijn. Dat schoorstenen, dat is extra luxigheid en dat is niet echt nodig op dit moment. Ik vind het op dit moment belangrijker dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Nogal Minecraft irritatie, dit soort dingen. Iedereen één keer pas boem bovenop springen. Niet nodig. Ik heb mijn muis gewoon veel te gevoelig staan, dat is het. Dat is het gewoon. Hier kan er eentje naar beneden, kan ik zo nog naar beneden springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wauw, mooi dak, Lars. Hey, Zwarte Piet zou er trots op zijn. Zo'n mooi dak. Heppaka. En we hebben een dak. Perfect. En dan komt daar straks de overruimte. Om alles in te smelten en te bakken en te doen. En hier komt dan nog een deur de berg in voor de opslag. Dat is ook allemaal van late zorg. En dan wil ik ook eindelijk eens gaan beginnen aan het kippenhokje. Ik heb die kippen echt te lang laten wachten. Dat is helemaal niet netjes van me. Dit moet ook allemaal opgevuld worden eigenlijk. Veel werk. Als ik ergens een hekel aan heb, is het veel werk. Zeker met Minecraft. Zo. Hup. Waar zal ik het kippenhokje? Ik kan hem ook gewoon daar bouwen. Scheelt mij weer de helft met opvullen. Dan moet ik ergens anders weer dirt gaan vissen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik bouw hem gewoon hier. Ik kan hem uitschelen. Heb ik een schepje nog? Dan kan ik vanuit mijn woonkamer kan ik zo mijn kipjes zien. Dat is een idee. En een geweldig goed idee trouwens. Want het is mijn idee. Zo. En dan komt hier de deur. Even kijken hoor. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is wel een mooie grootte voor een kiphok. Het hoeft ook geen gigantisch ding te worden. Want het moet natuurlijk geen bio-industrie worden. Dat is ook niet netjes. Hoeveel zitten er hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 naast elkaar. Maak ik er één met één deur. 7 naast elkaar. 1, 2, 3. Grote godheid der blokjes. 3. Dit moet ook weg. Opgerat. Hey, nieuwe seeds. Mooi, dank u. Zo, oké, dit schiet tenminste op. Dus lekker graven, lekker doen. Mister Schapen, het is een kippenhok. Geen schapenhok, ga eruit. Doe even niet zo gek. U bent geen schaap. Of geen kip. Al die beesten die denken dat ze wat anders zijn. De kippen denken dat ze eenden zijn. Of duiven. De schapen denken dat ze kippen zijn. Het is echt één groot gigantisch probleem hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan moet hij eerst goed. Dus nu hier naar links. Klopt dat? Ja. Zo. Nou, dan wordt dit de oppervlakte van dat kippenhokje. Dan hebben ze voorlopig wel even genoeg aan die beesten. Er komt een... Wat voor wood zal ik daar eens bij doen? Ik kan het ook met een beetje steen doen. Dat ik een wooden... Oh, dat is ook wel leuk. Ik heb toch nog van die stenen over. Waarom niet? Ik heb toch nog van die troepen over. Zo. 1, 2. Hoe heb ik dat daar gedaan? 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Aan deze kant. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Dat is echt iets voor mezelf. En dan heb ik even die patroontjes. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Mensen zeggen namelijk ook wel eens... Dat zag ik ook in de comments staan. Van waarom ben je zo hard op aan het tellen? Nou, dan weet ik zeker dat ik geen fouten maak. En die maak ik nog wel eens. Maar het wordt donker en ik moet heel gauw weg hier.
Ik maak wel eens fouten. Maar door dat uittellen maak ik ze minder vaak dan als je bijvoorbeeld zou zeggen van... Oké, hier komt een hele rits met allemaal hout. Hier komt een hele rits met allemaal steen. Dan ga je fouten maken. En dan is het niet symmetrisch en dat kan mijn brein echt totaal niet aan. Als het niet symmetrisch is, dan raak ik echt helemaal in paniek. Dat klopt natuurlijk niet. Het moet wel symmetrisch zijn. Op Jan, drie dubbeltjes met rozijnen en stukjes pinda. Heppaka. Zo. Ik kan nog meteen even meer hout pakken. Godsamme creepers. Heb ik nog hout over? Nee, zeker. Ik heb ook geen eten meer. Ik moet binnenkort echt aan die farm gaan beginnen. Echt aan die farm beginnen, anders dan heb ik binnenkort een probleem. Want mijn eten is nu echt bijna op. Ik kan in principe wel pumpkin pie maken. Ik heb nog wel een paar dingetjes staan in de kisten. Maar echt heel veel is het ook weer niet. Dus ik moet er heel voorzichtig mee zijn. Niet al te veel rennen, gewoon rustig aan doen. En nou is mijn hamer en mijn bijl ook nog eens een keer kapot. Great! Het zit me eens een keertje goed mee. Yo, Mr. Creeper. Ik vind u en uw kornuiten stom. En nou helemaal, want je blaast mijn land op. Oh, wel een rood bloemetje, dank u wel. Duitse creepers. Kijk, nou heb ik wel rode bloemetjes. Ha! Hey, Vaku Gamers, weet je wat ik ga doen? Ik ga hier een eind aan breien. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. We hebben vandaag een wat kortere aflevering. Maakt het wat uit. Volgende keer hebben we gewoon weer een normale aflevering. Denk ik. Ik weet het niet. Het ligt een beetje aan wat ik allemaal te doen heb nog. Ik wil hier rode bloemetjes bij. Wauw, prachtig. Volgende keer gaan we verder bouwen aan het kiphok. Ik hoop dat het in één keer af is. Dan kunnen we daarna verder gaan met de farm. Zodat die hier ook helemaal mooi klaar is. En dan zijn we eigenlijk lekker op weg. En dan kunnen we binnenkort gaan graven naar diamonds. Van diamonds are forever. Voor nu. Doe even een groen duimpje als je dat nog niet gedaan hebt. Ik hoop dat we de 3000 weer halen. Het zou super tof zijn. Ik ga binnenkort echt oogsten hier, want... Ja, we hebben hier gewoon... Heb ik nou echt mijn ding plat getrapt? Ik heb een pompoen plat getrapt. Geweldig. Ik heb weer pumpkin seeds. Ik ga jullie de volgende keer zien, hier op Vaku Games. Doe jullie het groene duimpje. En tot morgen. Mazzel!